De 55ste Dutch TT met hier in beeld de stand van het wereldkampioenschap op dit moment. Een weinig sfeervol begin door de regen in een klasse waarin vorig jaar nog twee Nederlanders op de eerste startrij stonden. Willem Heikoop en Hans Spaan. En nu op de eerste rij Stefan Dörfinger, Jorge Martinez, Gerrit Weibel en Coetholt, Angel Nieto. En uit de derde rij is het Henk van Kessel die als eerste weg is met vlak achter zich Gert Kafka. De Oostenrijker. Hier van Kessel nog op kop, maar Kafka kijkt hem wat je noemt in de nek. En met vier zit u hier, Jorge Martinez, de Spanjaard die vorig jaar deze 80 kubieke centimeter klasse won. Er is hard getraind hier, moment waarop Kafka hier ook van Kessel voorbij gaat. Hard getraind, ruim 7 seconden sneller dan vorig jaar. En dat ondanks de slechte weersomstandigheden. Een klasse met veel verschillende motorfietsen en veel nieuwe namen, zoals bijvoorbeeld deze Kafka. Zijn eerste Grand Prix reed hij vorig jaar op San Marino. En nu zit hij al bij de voorste en heeft zelfs punten voor het wereldkampioenschap. Hij staat op een 5e plek. 12 ronden, 73 kilometer ruim. En een klasse waarin er ook echt kansen liggen voor amateurs. Niet alleen maar fabrieksfietsen, die er uiteraard zijn. Maar ook kansen voor amateurs die goed kunnen sturen. Het spel, dat is Stefan Dörflinger. De wereldkampioen 2, 3 en 84. Deze man, Kafka, op de zeil. En een aantal derbies met Jorge Martinez. Manuel Herreros, een nieuwe Spanjaard, ook een zeer verrassende rijder. En natuurlijk Angel Nieto, die nog puntloos is. De zesvoudige wereldkampioen in deze klasse. Omdat hij voor het eerst dit seizoen meerijdt. Van Kessel, daar ziet u hem nog even. En Dörflinger, die bezig is aan een inhaalrace om naar voren te komen. Man met veel klasse, Dörflinger, heeft eigenlijk alles in deze klasse gewonnen. Wat er te winnen valt. Maar voorlopig is het Kafka die de dienst uitmaakt. Dörflinger rukt op, is op een 2e plaats gekomen nu. En bezig om Kafka te verschalken. Maar Dörflinger moet oppassen. Hier doet hij het. Ja, hij gaat hem nu voorbij. Dörflinger is eigenlijk niet erg gelukkig geweest op het circuit in Assen. Een aantal jaren geleden viel hij er verschrikkelijk hard af. En vorig jaar was het voor hem in de derde ronde reeds afgelopen. Logisch dat hij zich hier wel eens een keer waar wil maken. Klasse genoeg. Laat in de remmen. Goed opschakelen zo gauw die door de bocht heen is en de ideale lijn rijden. Hetgeen dus toch wat makkelijker is als je op de eerste plek rijdt. Hoe ver is die? Beetje veranderd allemaal in deze klasse omdat ook Vitali er niet meer bij is. En Ricardo Tormo niet te vergeten. En daardoor liggen er kansen voor nieuwe mensen. Zoals bijvoorbeeld die Kafka en ook Martinez en Herreros. Voor de Nederlanders hadden er natuurlijk grote kansen gelegen. Als Hans Spaan, die in de Grote Prijs van Italië een heupfractuur opliep, erbij was geweest. Vorig jaar vocht hij immers een fantastisch duel uit met Martinez om de eerste plaats hier in Assen. Dörflinger onverstoorbaar. Goed sturen, toch niet helemaal het knietje aan de grond. Maar het hoeft ook niet. Daar is Kafka. Toch erg knap. Tweede jaar Grand Prix rijder. En dan gewoon er vandoor gaan. En nog om durven kijken ook waar de tweede man blijft. Daar ziet u Dörflinger. Die weet dat hij achter zich niets meer te vrezen heeft. Daar gaat de strijd tussen Martinez, Herreros en Jouwer van Kessel. En ook Theo Timmer, die daar vlak in de buurt zit. Dat zijn de eerste zes. En dit is Dörflinger op jacht. Het moment voor Angel Nieto. Een handblessure die hij had en problemen met zijn motorfiets spelen hem ook hier weer parten. Hij had een rol van betekenis willen spelen, maar het is hem niet gelukt.
Kafka dan. Opgekomen via de Europese kampioenschappen. Een van de wedstrijdsoorten waar veel nieuw talent uit voortkomt. Zo won hij vorig jaar, een van de vorige jaren, in deze klasse het Europese kampioenschap in Assen. Na 5 ronden. Kafka op kop, Durflinger erachter, dan Martinez, Herreros, Van Kessel, Timmer. Knappe prestatie van Van Kessel ook, vanuit de derde startrij. En Kafka die onverstoorbaar doorgaat. Bezig in de 7e ronde en nog steeds voor op Durflinger. Drie wereldtitels en zo'n 14 Grand Prix-overwinningen. Hij is echt een grote, die Durflinger. En nu komt hij toch wel dichtbij. Kijkt Kafka nu wat je noemt in de nek. Terwijl ook kennis gemaakt wordt met de achterblijvers. Kijk, daar is hij hem voorbij. En nu de poging om de achterblijver voorbij te komen. 9e ronde noteren we. Dat gaat goed. De eerste achterblijver heeft hij gepakt. En dat is fijn, want dan is het altijd moeilijker voor de man achter jou mee te komen. Deze man dus, Kafka, die vlak voor zich heeft Bernd Rosbach. Kafka probeert bij te blijven. En Durflinger wil weg. Die voelt dat dit het moment is om er tussenuit te knijpen. Voor zich heeft hij Johan Auer, een West-Duitser. En kijk eens hoe ver die uitstuurt. Ja, Durflinger moet het gras in. En dan kun je met zo'n 80cc-machientje nog doen. Dan kun je ook weer de baan op. Maar u begrijpt het. Ja hoor, inderdaad. Kafka is doorgegaan. Dit is het moment. Ik denk eigenlijk dat Auer helemaal niet gezien had dat hij ingelopen werd door Durflinger. Voorlopig moet Durflinger opnieuw vanuit de tweede positie achter Kafka aanjagen. Laatste ronde gaat in en de afstand lijkt comfortabel in het voordeel van Kafka. En dan denk ik toch dat hier Durflinger zijn klasse gaat tonen. Want ineens is het later in de remmen, misschien ook meer vermogen. Maar Kafka krijgt het moeilijk. Hij wordt opgejaagd door een routinier. Waar gaat Durflinger er voorbij? Een lang stuk of in de bocht? En zo ja, kan Kafka de deur dicht houden. Goeiedag. Dat is weglopen. En als hij zich nu rustig weet te houden, Durflinger, dan zou hij voor het eerst in Assen eens iets neerzetten. Een prestatie van formaat. Hij is los. Luttele honderden meters nog scheiden hem van een Grand Prix-overwinning hier in Assen. Laat in de remmen. Ja, hij moet natuurlijk wel. Heel laat. Kijk eens wat een ongelofelijke snelheid. Omkijken. Toch zo'n 145 kilometer per uur. Hier viel hij er een paar jaar geleden af, op deze plek. En nu de laatste meters. Daar gaat hij. Knijpt in de remmen. Doet dat laat. Vol het gas erop. Want hij is toch bang voor die Kafka, dat blijkt. Nu de bocht in. En dan moet hij de Geert Timmerbocht al kunnen zien. En dan is hij dus bijna bij startfinish en aan het eind van zijn 12 ronden. Knap gereden. Rondelang Kafka voorop. En daar, ja hoor, toch te laat in de remmen. Hij gaat eraf op nou minder dan 100 meter van de finish. Kafka kan doorgaan. Wordt als eerste afgevlagd. Scoort zijn eerste Grand Prix overwinning van dit seizoen. En dit is het moment waarop het voorwiel van Stefan Durflinger wegleidt en hij zijn eerste plaats hier voor gezien kan houden. Maar het is een 50cc-machine, een 80cc-machine. We hebben gezien hoe hij hem ook uit het gras net al eerder wegkreeg. En ook nu weet hij dat. Hij kan hem dus noods over de start-finishlijn heen duwen. Want Martinez zit ruim achterop. U ziet alleen maar inhalers, achterblijvers nu die hem inhalen. Hij zit ruim voor op Martinez.
Dus een tweede plaats en 12 punten zitten zeker voor hem in. Ja, hij krijgt hem zelfs aan de praat. En onder applaus van de tribune wordt Dave van Deuvelinger dan toch nog tweede. Voor Martinez en Herreros, dus die beide Spanjaarden toch duidelijk geklopt. Dan twee Hollanders van Kessel en Timmel en de Spanjaard Bollaar als zevende. Voor het wereldkampioenschap betekent dat dat Kafka een Grand Prix-overwinning scoort. Dat Deuvelinger 64 punten heeft, dus toch op kop blijft. Voor Martinez, Herreros, Kafka en de Duitser Gert Zweibel.